Een hamburger of zo. Een hamburger? Ja. Als ontbijt? Ja. Heb je er al zin in een hamburger? Zin in een hamburger? Kom, wat zie jij? Altijd of wat? Altijd. Vandaag geen hamburger als ontbijt, maar wel honeypops. Dat is echt een smaak uit mijn jeugd. Hoe, hè? Dat heb ik al jaren niet meer gegeten. Zijn ook niet heel veel suiker? Ik zie alleen maar de rode duivels. Kijk je ooit op de verpakking zo, naar de samenstelling en het aantal calorieën? Maar echt naar de calorieën en suikers nooit. Nee? Mm-mm. Hoeveel gram suiker zit er in de portie die wij niet aan het opeten zijn? Moet eens raden. 10? Dat is niet zoveel, hè? 30 gram. Dat zijn 5 suikerklontjes, dit. Soms zeggen mensen van, in zo'n burger van een McDonald's zitten zoveel calorieën. En dan denk ik, fuck, soms eet ik er 3. Ja, echt waar. En dan denk ik, dan moet ik voor de rest van de dag niks meer eten, of wat? Dat gaat niet gebeuren, zeg. Nee, echt niet. Honeypops met volle melk, voor mij was het even goed, maar niet voor Nora. Want zij nam genoeg proviant mee voor een drukke voormiddag. Dit nemen we mee voor inderdaad. Ja, wil jij ook een koekje of zo? Nee, ontbijt is toch goed? Allee. Van nu tot 1:30 niks. 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 Wow. Niks? Wat? Ja, het is 8 uur ontbijten tot vanmiddag, ja. Ah, nee, ik ga echt al... Ik ga gewoon een paar koekjes... Allee, ik stop mijn zak altijd vol. Ik vind het zo... Ik ben gewoon observator vandaag. Oké. Ik wil u zeker geen slecht gevoel geven of zo de indruk geven dat ik vind dat je ongezond eet. Nee. Maar je eet gewoon wel heel ongezond. Ik weet dat. Ik weet dat. Ik vind dat niet zo erg. We zijn onderweg naar de job bij Studio 100 in Schelle. Mm-hmm. En ze heeft nog een geheim om te delen met ons. Is het lekker? Mm-hmm. Ik drink geen water, hè. Oh, je drinkt geen water. Geen water. Hoe kun je nu geen water drinken, Nora? Ik drink heel veel iced tea green en thee. Dus op die manier krijg ik mijn water wel binnen. Er moet een smaakje. Er moet een smaakje aan zijn, ja. Nora is een stemmetje van een van de hoofdrollen in de nieuwe Maya de Bij-film. Mm-hmm. Ze leest dat in bij Studio 100. Ze doet dat bijzonder goed. Zijn we bijna klaar? Bij lange niet. Ja. Have some delicious golden pollen. Hier, neem wat lekkere gouden stuifmeelbollen. Oh, mijn hand! Maya, oh, ik wil ook eens zo'n stemmetje doen in een film. Ik heb dat mogen doen. Ja? Toen, ja. Maya erbij. Groot feestje. Was het moeilijk? De tekst? Het is haar favoriete lunchrecept. Boterhammen, soppen in ei, wentelteefjes eigenlijk, maar daar dan een hele hoop vlees en vooral heel veel kaas bij. This is cheesy egg bread. Smakelijk. Mm. Lekker, hè? Lekker. Maar ik kan er melk bij zeggen. Mm-hmm. Ik voel het al aankomen. Pit, allee. Het vult. Voor mij is dit echt gewoon zo even... Eigenlijk zit ik vol na eentje, maar ik kan niet eentje eten. Ik vind dat te lekker. Dit is echt een van mijn lievelingsgerechten. Je bent geen basketter, hè? Je bent niet heel groot. Nee. Dan eet je, denk ik, voor je lengte wel wat, hè? Ja. Ik vraag me soms ook af waar dat dan naartoe gaat. Ik heb zo'n periode gehad dat ik niet wist wat het was. Waarom dat ik niet bijkwam, ben ik naar de dokter gegaan, bloed laten trekken en die had toen gezegd van ja, weet je, je hebt gewoon een snel metabolisme. Ik heb dat uiteindelijk geaccepteerd en ik ben ook echt niet bijgekomen. Nee. In 5-6 jaar niks bijgekomen. Tot vorig jaar met de opnames van Patserkeer trainen en op dieet gaan en daarna plots stoppen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu op een jaar tijd stilletjes aan wel 5 kilo ben bijgekomen, toch al. Ik kom van 47 en ik weeg nu bijna 52. En dat is kei goed. Ah, dat is goed. Ja, ik ben kei blij dat ik ben bijgekomen. Mega blij. Echt mega blij. Terwijl we aan het lunchen zijn bij Nora, praten we hier verder met Katrien Welles, diëtiste verbonden aan het UZ in Antwerpen. Want er worden wel wat opmerkelijke zaken gezegd, denk ik. Eerst en vooral bij het ontbijt. Ik lees nooit een etiket.
zegt ze. Ik denk dat dat wel vaker gebeurt, omdat, zoals ze ook zelf aangeeft, dat ze eigenlijk niet echt bezig is met gezonde voeding. Maar ik denk dat bepaalde mensen die bijvoorbeeld voedselallergieën hebben of obesitas, mensen die aandoeningen hebben zoals diabetes, dat die eerder geneigd zijn om verpakkingen te gaan lezen. Maar ik denk ook daar moeten we eerlijk zijn zoals het is. Een verpakking bevat ongelooflijk veel informatie. Het is wel wat, hè? Ja, en ik kan me voorstellen dat dat niet zo heel simpel is om al die getallen te interpreteren. Nu, we hebben samen gekeken. Ja. Ik zag jou een paar keer. Aangedaan en jaloers op Nora op het feit dat zij kan eten wat zij wil zonder bij te komen. Is dat Charles of niet? Ja, want ze zegt zelf... ze eet daardoor wel heel ongezond, dus het is dubbel. Hè? Ja. Wel, uiterlijk zou je inderdaad kunnen zeggen, ze ziet er goed uit. Hè, en heb je misschien chance omdat je mager bent. Maar het is wel aangewezen, ook als je mager bent, om wel op je voeding te letten en toch gezond te eten om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Kan je ook op een gezonde manier bijkomen? De manier waarop je dat eigenlijk het beste kan doen, is gaan kiezen voor gezonde vetten. Dus ruim gebruik maken van oliën en vetten. Hoe kan je gezonde vetten herkennen? Die zijn eigenlijk zacht of vloeibaar als je die uit de koelkast neemt. En heb je ook nog zo'n tips voor gezonde tussendoortjes voor mensen die wel willen bijkomen? Zeker en vast. Ik denk dat noten daar met top op nummer 1 staan. Noten zijn heel calorierijke producten, bevatten veel vetten, maar bevatten wel gezonde vetten. Dus ik zou zeggen, alle vormen van noten, elke dag een handje noten eten, onder de vorm van studentenhaver. Je hebt ongezouten noten en die bevatten eigenlijk heel veel calorieën. Nu, we waren samen aan het lunchen. We gaan terug naar de lunch, want ze had nog een iets minder smakelijk verhaal te vertellen. Misschien niet echt een onderwerp om te praten tijdens het eten, maar moet je dan veel naar het toilet? Ik ben zoveel eten. Tuurlijk moet ik af en toe naar het toilet, zoals een normale mens, maar ik doe dat niet graag. 4, 5 jaar geleden ben ik daarvoor in het spoed beland. Want toen was ik al 2 weken niet naar het toilet gegaan. Ik voelde zo altijd steken in mijn rug. En ik dacht dat dat aan mijn nieren lag, omdat ik weinig water drink. En mijn ouders die zeiden, dat ligt aan je nieren. En je nieren, je moet naar de dokter. En bij de foto's zei de dokter, kom eens even mee naar mijn computer. En dan ben ik mee naar de computer gegaan. En dan zei hij, zie je dat? Dat is je darmkanaal. Dat zijn je darmen. Hij zei, en al dat zwart dat je ziet, dat moet eruit. Een kilo en een half. Zonder lachen. Hoe komt dat dan dat je niet naar het toilet ging? Dat is toch de natuur? Ja, en je eet veel, dus ja. Ik weet het, maar in mijn hoofd is dat, vind ik dat raar om op de wc te gaan zitten en daar iets uit te persen. Bon, als u nog aan tafel moet gaan, smakelijk. Maar we compenseren met een scène slow-motion galajurken passen. Want Nora moet naar het filmfestival. En hoe gaat dat dan? Dan moet je ook paraderen over de rode loper. En, wat vinden we hiervan? Mooi. Heel mooi. Heb je ooit het moment gehad dat je in de spiegel keek, zoals nu, en dat je dacht, ik voel me niet goed in mijn vel? Te dun. Te dun? Heel veel. De dokter heeft ooit tegen mij gezegd, wacht maar tot dat je aan kinderen begint. En dan zal het er wel vanzelf aan komen. En daar twijfel ik niet aan. Dus ik kan eigenlijk ook niet wachten om aan kinderen te beginnen. Ja, nee, echt waar. Ik zou echt na mijn bevalling dat kind eruit persen en dan zo. En jullie gaan blijven. En vooral zo mijn heupen. Als ik hierbij kom, vind ik goed. Na het passen niet de obligatoire sportscène die we normaal gezien met elke BV moeten filmen. Nee, want Nora sport nooit. Wat doet ze dan wel? Iets klein gaan eten. Met haar 2 zussen en een vriendin van de familie. Place to Be is een halal restaurant op de Turnhoutse baan in Borgerhout. Dank u wel. Jawel. 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 Paprika en ajuntjes. Dank u. Smakelijk allemaal. Dank u. Op een schaal van 1 tot 10, hoe gezond eet zij? 0. Min 1. Wat? Echt waar? En jullie? Hetzelfde. Ik eet geen groenten, hè? Ah, dus je hebt je vlees ervan tussen gepeuterd. Ja, uw saus is wel op. Zie. Sla, is er ook nog, ja? Ik eet dat niet. Ik ben hier voor het vlees. Voor het echte eten. Het is echt een grap bij ons. Dat gaat gewoon. Soms zegt onze mama dat zo. Hè. Ik heb goesting in slaken. En dan liggen wij gewoon strijk. En die doet ook zo. 1 keer per jaar doet hij detox. Detox. Voor de Ramadan. Zo doe je dat. Oh my god. Voilà. Dat was een zalige dag met Nora en haar familie. Dat zou wel zijn. Goed gelachen s'avonds. Lachen met gezonde voeding. Die eten geen groenten. Hè? Merk je dat vaker, dat
jonge mensen ongezonder eten of niet echt? Ik denk dat dat heel verschillend is. Mm-hmm. Omdat je sowieso mensen hebt die wel bezig zijn met gezonde voeding. En ik denk een stukje het voorbeeld van de ouders is daarin heel belangrijk. Hè? Als ouders gemakkelijker groente eten en daarin het goede voorbeeld geven, dat kinderen gemakkelijker dat voorbeeld gaan volgen. Katrien, nog eens even terug naar het minder smakelijke lunchverhaal. De constipatie. Juist. Zou er een link kunnen zijn tussen constipatie en minder gezond eten? Constipatie kan verschillende oorzaken hebben, waarvan ongezonde voeding inderdaad één kan zijn. Ja. Ze geeft al aan dat ze weinig groente en fruit eet, ook dat ze weinig water drinkt. En ik denk dat dat toch wel belangrijke pijlers zijn. Het belangrijkste is dat je vezelrijk gaat eten, dus niet alleen voldoende groente, voldoende fruit, uh-huh, maar dat je eigenlijk ook gaat kiezen voor volkoren graanproducten. Ik denk aan roggebrood, aan volkoren brood, havermout, muesli, volkoren rijst, volkoren deegwaren, peulvruchten eventueel, ook aardappelen zijn heel vezelrijk. En belangrijk naast die vezelrijke voeding is dat je ook voldoende vocht gaat innemen. Dus wat je eet bepaalt eigenlijk wat je aan de wereld teruggeeft. Inderdaad, ja. Het is eigenlijk ook zo, als je voldoende gaat drinken, die vezels die je gaat eten, die gaan als het ware je vocht opslorpen, een beetje zoals een spons, en eigenlijk de massa van de stoelgang vergroten, waardoor de passage door de darm net iets vlotter wordt. Zullen we stoppen met over... Ik voel dat je er aan betant van... We gaan het over lasagne hebben. Prefab lasagne, gezond of niet gezond? Niet zo gezond. We vroegen ons af hoe dat op je bord terechtkomt. De weg van lasagne. Call it black rain. Head for the northern lights. We'll meet above a blaze. Uber, Uber, duper, knockbacks. I'm double A's. Dank, diving, pulpa, beach, and coffee break. Pilot weed, reefer, chronic, sticky, icky, wacky weed. Grass, motor, but gun, doctor, prestige. Treat the sense of media and gangsta leave. Homegrown, won't you get it for me after what you leave? You got weed, weed, weed. Know the tough and pacifist. You got what? Away from what's police, banging down your door, believes. Like your boss behind the stars and feel the feet. Don't just get it from anybody, get it from me. I make your head go bound, flowing in the river. Like a fish in the blue and I never seen the bar. Make you clap, I make your body grab a ease. And kill your liver, but for you, let me a drinker. Become a winner, weed, weed, weed. Know that tough and fancy feet. Rolling with something and some ease, weed. What I feel and need. Rolling with some vegan bees and weed. I'll help you to lead the go to higher places. We gaan voort met het calorieverhaal. En wat weten we al, Kobe? Ja, calorieën zijn energie. Mm-hmm. Dus als je eten met veel calorieën in brand steekt, is de vlam hoger dan als je eten met weinig calorieën in brand steekt. Vond ik interessant om te zien. Ja. En we weten ook dat het aantal calorieën op de verpakking niet altijd helemaal correct is, maar dat is ook niet zo erg. Afwijkingen kunnen in beide richtingen. Vraag is nu natuurlijk, hoeveel calorieën mag een mens eten? Want bij Nora... Ja, Nora die eet er keiveel. Ongelooflijk, ja, hè? En die komt maar niet bij. Maar dat is wel... Allee, niet iedereen heeft veel geluk. Jij zit gefrustreerd nu. Ja, ik vind dat echt oneerlijk verdeeld. En zij zegt dat dat ligt aan haar metabolisme. Ja. Vraag is dan natuurlijk, dat metabolisme, wat is dat dan precies? We zijn in Brussel in het UZ Jette, afgesproken met topdokter Elisabeth De Waal. Heel simpele vraag. Beste dokter, ons metabolisme, kan je dat exact bepalen? We meten het metabolisme van iemand door er een koepel over te leggen. Zodat we alle in- en uitgeademde lucht kunnen verzamelen. Oké, dan is de bedoeling dat u nu 10 minuutjes rustig ligt en niet praten. Een toestel zal dan meten hoeveel zuurstof en hoeveel CO2 er verbruikt werd op dat moment. Ja, de punten van de jury. Dus, wanneer u hier kijkt, voor u bijvoorbeeld, Danira, zoals dat je hier lag, om je lichaam in leven te houden, dus om zo in stand te blijven, had je 1368 kilocalorieën per dag. Oké. Case 2.
Is hij geslaagd op ja. de test? Wel, er zijn geen goede of slechte resultaten, maar voor jou, Kobe, was het ongeveer 1806 kilocalorieën per dag. Dus zijn er 400 meer? Ja. Gewoon door plat te liggen? Ja, natuurlijk. Je hebt een veel groter lichaam. Al die cellen moeten gevoed worden. En over het algemeen is het zo dat mannen meer mogen eten, omdat ze over het algemeen groter zijn, meer spiermassa hebben, en vrouwen iets minder spiermassa. Ik hoor je zeggen, professor, ik heb meer spieren, dus ik verbruik meer calorieën. Ja, je hebt meer metabool actieve lichaamsdelen dan anderen. Dus spieren, maar ook organen zoals de lever, de hersenen, die gaan heel veel energie verbruiken. Vetcellen, die verbruiken ook wel energie, maar veel minder. Maar de standaardregel van 2000 calorieën voor een vrouw, 2500 voor een man, dat kan je eigenlijk niet zomaar zeggen. Nee, elke individuele persoon en vooral de lichaamssamenstelling, hoeveel spieren dat je hebt, hoeveel vet, die gaan bepalen hoe hoog of hoe laag je metabolisme is en hoeveel je mag eten. Dus je bazaal metabolisme, dat is wat je lichaam verbrandt als het in rust is, dus als het niks doet. Maar ja, een mens doet toch van alles overdag, dus er zullen toch wel wat extra calorieën verbrand worden. Ja, maar hoeveel dan precies? Goeie vraag. Testje? Testje. I'm gonna get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside that shit? Dit zijn Lise Vrijn en Aster Nzeyimana. Ze delen heel veel op Instagram en